Ja, vrienden, we hebben ongemerkt hebben we een soort nieuw relletje. Ja, en dat begint met die Sander Schimmelpenning. Oh, ja, daar hebben nu al zoveel mensen een hele gezonde hekel aan. Ja, zelfs Jut die zit af en toe te schreeuwen. Oh, die verschrikkelijke man, wegzeppen. Ja, die kan hem niet verdragen. Nee, die is natuurlijk een beetje zoals een balletje. En die een beetje DD heeft hij. En dat heeft hij dus gedaan bij Vandaag in Sight, die Schimmelpenning. Ja. Ja, trouwens, oh, hij deed ook nog eventjes van de week even, iedereen die Verstappen leuk vindt, dat was het laagste van het laagste. Dat deed hij even tussendoor nog even een groepje mensen wegzetten. Maar goed, dat deed hij ook dus bij Vandaag in Sight. En toen zat hij dus te vertellen dat iedereen die dus op de Caroline had gestemd, ja, dat was dus dom rechts volk. Nou, en dat viel natuurlijk slecht. Bij de Johan en bij Gijp. Ja, die dachten, hey, wat begin jij nou aan, Schimmel? Ja, en want zij hebben ze BBB gestemd. Dus die zeiden direct daarna van, nou, die Schimmel, die willen we niet meer in de uitzending. Want als die mensen gewoon zomaar wegzet als dom rechts. Hè, want dat had hij ook nog in de uitzending gezegd. Ja, ik kom hier bij jullie eigenlijk om het domrechtse volkje een beetje op te voeden. Ja, vrienden. Het gebeurt allemaal, hè. Ja, nou, en kortom, ze hadden gezegd, die willen we niet meer in de uitzending. En toen ging die Gijp, die ging er gelijk weer met een gestrekt been in. En die zei, ja, die kleine onderkruiper, die ga ik bij mij in de tuin zitten, als tuinkabouter. Dan krijg ik hem een rood neusje en dan ga ik hem gewoon keihard uitlachen. Nou, hup, die dacht van, nou, we pakken hem even terug. En die Schimmel, die kon dat natuurlijk niet onbeantwoord laten. Nou, vrienden, ja. En die, hup, die kwam gelijk terug. Weer met een paar beledigingen. Ja, die gingen over die Gijp hier. Ja, ik draag het even voor, hoor. Want het is misschien jullie ontgaan, maar let op. Hij zegt dus, die Schimmel zegt, het belangrijkste probleem wat het programma heeft, dat is René van de Gijp. Oh, goed, Gijp. Ray van de Gijp, die kan het gewoon het niveau niet aan. Dat zegt hij, die Schimmel. Ja, lekker dan. Ja, hij zegt, ja, het is zo'n linksback die je af en toe de bal moet geven, maar waarvan iedereen dan denkt, waarom is die man opgesteld? Nou, en zo gaat het maar door over die Gijp. Nou, vrienden, dus je begrijpt het al, hè? Ja, dit wordt weer genieten geblazen. Kijk, nu laat die Gijp het even lopen. Maar er komt natuurlijk weer een momentje dat er iets is met die Schimmelpenning. En dan slaat die onmiddellijk weer toe. En dan komt, hup, dan komt die Schimmelpenning. Die komt ook weer terug. En nou, vrienden, hé, maak je maar op voor een hele sappige rel.